En ik heb schema gemaakt voor alle clubs in de Eredivisie. Wat ik ga doen, ik ga gokken. Super tof dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En ik heb schema gemaakt voor alle clubs in de Eredivisie. Wat ik ga doen, ik ga gokken. Wat elke club, welke positie, eindstand gaat staan. Dan, oké, je hebt 18 clubs natuurlijk. Ajax, AZ, ADO, Feyenoord, Utrecht, Groningen, Twente, Heerenveen, Zwolle, Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam, Vitesse, VVV Venlo, Willem II, RKC Waalwijk, FC Emmen en Heracles en PSV. Die heb je allemaal en dan ga ik gokken wie de kampioen wordt, wie er gaat degraderen en dan maak ik gewoon een eindstand van de Eredivisie. Laat even weten wat jullie ervan vinden, van mijn mening. En ja, op wie denken jullie wie de kampioen wordt en wie gaat degraderen? Laat even weten in de reactie, ben ik wel benieuwd naar. Ik dacht eens een keer leuk om deze video te maken. Oké, beginnen bij Ajax. Ajax. Ja. Ik vind dat moeilijk. Dan ga ik even transfer. Ik denk sowieso dat FC Groningen vierde gaat worden. Hoezo denk ik dat? Zoals jullie weten is Groningen Arjen Robin binnengehaald. Ik denk door dat reden dat Groningen best wel goed dit seizoen gaat lopen. Oké, dus dat is 4. Ik denk dat er wel strijders, dus Utrecht en Groningen gaat worden ook wel. Dat vermoed ik ook. En ik denk dan Utrecht 5, Feyenoord nummer 2. En ik vermoed RKC gaat degraderen. Omdat ik zag dat hun ook dit seizoen, ja laten we zo zeggen dit seizoen, niet echt letterlijk goed speelde. Dus RKC gaat degraderen met, ik hou even oude schema even bij. Dan ga ik een beetje gokken ermee. Niet dat ik letterlijk dat ook neem. En ik denk dat Feyenoord tweede gaat worden. Al spelen ze dit seizoen laatste moment goed. Ik had dacht, dus als ze kunnen kampioen, maar ik denk dat ze net niet ermee redden. Eigenlijk de eindstand van de Eredivisie van dit jaar is Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, Willem II, Utrecht, Vitesse, Heracles, Groningen, Heerenveen, Sparta, Emmen, VVV Venlo, Twente, Zwolle, Fortuna Sittard, ADO en RKC. Ik denk ADO gaat 14e eindigen. Omdat ze die klap hebben gekregen omdat ze het gevoel hadden gaan bijna degraderen. Sparta Rotterdam 10e. Want dat is een best wel een mooie club, vind ik eigenlijk. En die draaide wel ook wel best goed, vond ik. En dan denk ik toch, nummer 1, Ajax. Al zeg ik dat ik van Feyenoord ben, Ajax gaat kampioen worden dit jaar. Vermoed ik. Nieuw seizoen wordt Feyenoord. Ze worden hun kampioen. En ik denk AZ of PSV. Ik denk PSV 6e. Klinkt misschien raar. En AZ 3e. Waarom? Ik gok het gewoon erop. En Willem II gaat 9e worden. Want die draaide wel goed. Maar ik denk dat ze het te zwaar krijgen. Omdat ze nu vooral de Europa League gaan spelen natuurlijk. Dat is denk ik de reden dat ze dit pak slaag denk ik niet redden. Heerenveen denk ik 11e. Want ik vind ze niet echt goed spelen laatste seizoen. Emmen wordt 12e. En nu heb je nog meer. VVV Venlo. Ik denk dat die wel 13e gaat worden. En dan heb je PEC, Fortuna en dan denk ik dat Fortuna gaat degraderen. Misschien maak ik mensen teleur, maar ja, dit is wel mijn mening. En dan, ja, even kijken, wie heb ik nog meer? Vitesse, groep 7e. Die draaide niet echt heel goed. En Heracles 8e. Wie heb ik nog meer? Heerenveen heb ik gehad. Sparta heb ik gehad. Nee, jawel, Sparta heb ik al gehad. Twente 15e. Nog één club en dat is PSV Zwolle. De mijn eindstand van de Eredivisie is Ajax 1, Feyenoord 2, AZ 3, FC Groningen 4, FC Utrecht 5, PSV 6, 7 Vitesse, 8 Heracles, 9 Willem II, 10 Sparta Rotterdam, 11 Heerenveen, 12 FC Emmen, 13 VVV Venlo, 14e ADO Den Haag, 15e FC Twente, 16e FC Zwolle en 17e Fortuna Sittard en de laatste RKC Waalwijk. Sorry als ik mensen teleurstel voor die club zijn en ik heb ze laag geschat. Dit is mijn mening, daar moeten jullie mee doen. Dit is mijn stand van de Eredivisie, wat ik daarvan denk. Laat even weten in een reactie wat jullie denken, wat jullie stand zijn, wat jullie denken, wat de eind van het seizoen kan zijn. Ben je benieuwd naar, ik dacht ik maak deze keer video, ik zag het voorbij komen, weet je. Ik vind het al zo leuk altijd over voetbal te hebben. En ik dacht, maak een keer een video over. Dus laat even weten wat jullie denken. En wat ik ook gelijk wil zeggen, is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie deze video leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, zou het tof zijn als je je meneer abonneert. En zeg ik hierbij, laters.